Leuk dat je kijkt naar een nieuwe Gamewijzer video. Vandaag speel ik weer Star Stable. Het is december en dat betekent dat ik deze hele maand, als ik zeg maar een Gamewijzer video maak, dat dat dan een Star Stable video is. Wat ik hier doe in deze winkel is dat ik even ging kijken of ik leuke spulletjes kon kopen. Helaas is bijna alles kan je pas kopen vanaf level 6 of 9 of 11. Dus ja, helaas kan ik niks kopen want ik ben level 5. Maar ik wil er wel voor zorgen dat ik wat verder kom. Dus ik ga, ja, missies doen vandaag. Misschien, ja, ik ga gewoon even lekker veel dingen doen. En ondertussen kan ik jullie van alles vertellen. En ik heb ook wel weer een leuk verhaal over mij en Moos. Nu we toch bij Fort Pinta zijn, wilde ik eigenlijk... Waar is mijn paard? Staat die daar? Ja, dit is mijn paard. Oké, ja, want ik vind dit setje gewoon wat saai. En ik heb haar... ja, ik moet bekennen, ik heb haar andere Star Stable video's gekeken. Om gewoon te kijken, hoe doen anderen het? En... ja, de meeste zijn veel verder in de game. En dan kan ik gewoon een beetje kijken. Nou, hoe zien hun poppetjes eruit? En ik kan natuurlijk ook zo kijken. Nou, deze heeft een heel vrolijk setje. En die van mij, dat is gewoon nogal standaard. En op zich vind ik een bruin zadel. En bruin... hoe heet dat? Tuig. Gewoon tuig. Gewoon bruin tuig. Vind ik hartstikke leuk. Maar ik wil gewoon, alleen al een leuk dekje. Dat lijkt me gewoon leuk. Dan flirt het allemaal een beetje op. En een leuk shirt. Maar goed. Hé, hey, dat is Spirit. Daar wilde ik eigenlijk even naartoe. Ik wilde zeggen, nu we toch bij Fort Pinta zijn, kunnen we net zo goed even dat van Spirit bekijken. Want ik weet dat je daarvoor hier moet zijn. Tenminste, dat geloof ik. En ik weet niet of dat kan. Want ik heb een keer ernaar gekeken of dat kon. Maar ik snap daar niet veel van. En toen was ik nog geen Star Rider. En dan ben ik nu wel. Oké, volgens mij moet het deze. Is het echt waar? Zo wordt Spirit jouw paard. Volgens mij moet je dan deze appel kopen en dan is Spirit jouw paard. Ik heb niet zoveel muntjes, dus dat gaat hem niet worden. Hier kan je volgens mij ook paard kopen. En ik moet het allemaal nog een beetje verkennen en leren hoe het allemaal werkt. Dus daarom ben ik eventjes allemaal bezig met gewoon verkennen en kijken. Deze paarden kan je dus kopen. Oké. Even rondkijken hoor. Ik denk niet dat ik er één ga kopen, maar ik wil gewoon eventjes kijken. Oké, stop eens. Ik vind deze op zich wel mooi hoor, maar ik ga even... Of moet ik dan nog dichterbij staan? Ja. Oeh, die is wel duur. Die kan ik niet eens betalen. Zo. Zijn ze allemaal zo duur, maar deze vind ik ook wel gaaf. Toch? Ik vind deze wel gaaf hoor. Nou, ook zo. Nee, het is niet even, net zo duur, maar wel ook duur. Deze vind ik niet zo. Oh, die kan ik wel betalen. Maar die vind ik niet zo mooi. Dan gaan we gewoon weer verder. Kom paard, vooruit. Dan gaan we gewoon verder. Dan gaan we terug naar Moorland. Want daar zijn heel veel dingen die we kunnen doen. Maar er is hier ook eentje een weg over het water. Dat is bij Nielmers Hoogland. Maar ik weet niet waar dat is. Er is hier wel iemand met een uitroepteken. Mary. Zoek Mary haar lammetje dat over het hek gesprongen is. Pluk vers gras en geef het aan haar zodat ze je volgt. Oké, eeuw, ik krijg dan een broek. Oké, ja, dat wil ik wel doen. Ja. Oké, daar. Oh, hier kunnen we gras plukken. Kunnen we dat het paard doen? Yes, ja. Ik kan een grote paard doen. Dat is wel chill. Moet ik zoveel gras plukken? Hier is nog meer gras. Oh, daar is ook nog meer gras. Wat is daar? Is daar een grot? Hoeveel gras moet ik wel niet plukken? Oh, daar is het lammetje. Heb ik nou genoeg gras? Oh, ik heb nu 8 vers gras. Nou, ik denk dat dat wel genoeg is. Kan ik het zo geven? Ja! Leuk! Jee! Dit is echt leuk! Nou, lammetje, kom maar mee. Oh, kijk hoe schattig! Oh, dit is echt heel leuk. Ja! Kom, nee, ik moet verder. Gaat hij mee of moet ik weer nieuw gras geven? Ik ben bang van wel. Nou ja, wat ik jullie wilde vertellen. Jullie zien het misschien al, ik heb een hele mooie trui aan. En ik hoor jullie al denken, Fan, waar heb je die leuke trui vandaan? Nou, deze hoort bij mijn eigen collectie. Bij Hoefwijzer dus. En stel... Ja, joh. En je kan hem kopen op hoefwijzer.nl.
Daar kan je hem nu vinden. En je hebt hem ook nog in een donkerblauw. En in een bordeaux rood. Dus als je lichtblauw niet zo leuk vindt. Of ja, lichtblauw, dit is gewoon... Ja, ik noem dit denk ik wel lichtblauw. Of turquoise, zo kan je het ook noemen. Nou, nu begrijp ik al waarom we zoveel gassen moesten plukken. Vandaag heb ik trouwens echt al 3 andere video's opgenomen. Eigenlijk niet hele video's hoor. Gewoon het begin van een paar andere video's. Hoe moet ik dit zeggen? Ik ben daardoor een beetje moe. Maar ik heb het begin van 3 proefwijze video's opgenomen. Wat ik ga uittesten is ketchup. En oh, wat ik nog meer ga uittesten is een power spons. Die blijkt heel goed te werken. Daar kan je heel makkelijk vlekken mee van je paard afhalen. En ook hoefies. En dat zijn stickers voor op de hoeven van je paard. Nou, daar ben ik allemaal heel benieuwd naar. Oké, even deze weg. En deze heb ik volgens mij nieuw gekregen. Oké. Misschien is de broek wat leuker met een ander shirt. Ik vind de broek een beetje heftig. Alsof ik leer aan heb. Zeg maar een beetje zo'n stoere broek. Dit kan op zich wel. Hey, heb ik deze ook nieuw? Oh, dat wist ik helemaal niet. Nou, dan hou ik dit gewoon aan. Maakt het uit. Anders draag ik steeds hetzelfde. En dat is ook niet leuk. En ik wil zo graag kleren dragen. Of ja, kleren dragen, dat deed ik al. Maar ik bedoel gewoon andere kleren. Even deze kant. Ja, wat kunnen we verder doen? Nou, ik rij eventjes zo. Nou, ik denk dat we gewoon naar Jenne toe gaan. Want in de vorige aflevering was er een dief. En die wil ik gewoon vangen. Verdorie. Ik moet hem gewoon oppakken. Want ja, dat wil ik gewoon. Ik wil niet dat de rest nog gestolen wordt. Want dan hebben wij alleen maar meer te doen. Omdat iedereen aan ons vraagt. Van ja, waar zijn mijn spullen? Ja, we willen gewoon dat die dief meteen wordt opgepakt. Ik ben wel benieuwd wie de dief is. Ik weet niet of dat wordt verteld of laten zien. En oh ja, wat ik ook nog graag wilde vertellen. Dit is wel een leuk verhaal. Dus gisteren dacht ik eraan. En toen werd ik wel helemaal blij. Toen dacht ik, moet ik een Star Stable video vertellen. En wat ik wilde vertellen is, kijk. Iedereen wordt wel eens ongesteld. Ja, we gaan deze kant op, jongens. Met het verhaal. Ja. Of ja, iedereen wordt wel eens ongesteld. Het is een beetje gek als jongens ongesteld worden. Ik weet niet of dat kan. Volgens mij niet. Maar, als je in de puberteit zit, word je ongesteld. En als je dan 18 bent, dan is bijna ieder meisje wel ongesteld. Dus ik ben ook wel eens ongesteld. Even denken. En als je ongesteld bent, kan het wel eens zijn dat je wat extra chagrijnig bent. Nou, ik had dat toen ik ongesteld was. En ik had ook niet zoveel geslapen. Dus dan ben je dubbel chagrijnig. En ik had daar toen ik in de puberteit... had ik daar nog meer last van. Van chagrijnig zijn als ik ongesteld was. En daardoor kon ik soms ook echt niet met Noora rijden. Wacht even hoor. Praat met Jenna en kijk of jullie samen kunnen ontdekken wie de dief is. Oh, wacht. Ik moet even goed opletten. Het verhaal gaat zo verder. Ik denk dat wij via de verhalen van de getuigen kunnen achterhalen wie de dief is. Help te herinneren wat hun zeiden. Wat zij zeiden is het. Welke verhalen zullen wij gaan bestuderen? Geen idee. Die van Josh wil ik bestuderen. Elise, het stukje stof dat je bij Josh hebt gevonden moet afkomstig zijn van de dief. Welke kleur dat dit stuk stof? Goed Nederlands. Welke kleur was het? Het was een beetje grijs, toch? Blauw, bruin? Oh nee, dat klinkt niet goed. Ik vermoed dat de dief hongerig was en de lucht van de vers gebakken taart rook, waardoor de verleiding te groot werd. Meestal waait de wind namelijk van land naar zee. Wat is de meest logische locatie van de dief in dat geval? Als het van land naar zee gaat, dan moest hij op het strand zijn. Ja. Oké. Ik weet al wat ik moet invullen. Mijn verhaal. Vroeger had ik daar nog meer last van chagrijnig zijn tijdens mijn ongesteldheid. En dat, ja, dat kwam gewoon door de hormonen en zo. Nu is dat wat minder. Maar ik had laatst les en
toen had ik al last van hormonen. Toen was ik nog heel gesteld, maar de dag daarna wel. Wat er toen was. De volgende dag wilde ik eigenlijk eventjes de les weer oefenen. Ik had daar die dag daarvoor dus les gehad. En ik wilde gaan oefenen of het, ja, de dingen die we hadden meegekregen. Die dingen wilde ik oefenen. Lekker logisch. Maar ik merkte al dat ik wat chagrijnig was. Meer geprikkeld. Noem je dat zo? Oké, we moeten naar het strand toe, want we gaan waarschijnlijk de dief vangen. Verder met mijn verhaal. En ik merkte dat het gewoon niet zo lekker ging, omdat ik al was van... Nou, gisteren ging het goed met de les en nou gaat het niet zo lekker. Maar ja, ik ben zelf dan een beetje chagrijnig. En mijn paard, die merkt dat ik niet lekker ontspannen ben. En dan gaat het gewoon niet lekker. Kan ik hier doorheen? Yay! En ja... Ik ben zo goed in verhalen vertellen. Ik moet al twee dingen tegelijk letten. Ik ben een beetje moe. En de volgende dag daarna had Moos eigenlijk vrij. Wat ik dan meestal doe... Oh, is hier de dief? Oh, of is het? Nee, dit is niet de dief. Nou goed. Onvriendelijk persoon heet hij ook echt. En de dag daarna ben ik met Moos wat grondwerk gaan doen. En zijn we eigenlijk de oefeningen van de vrijstressuurles die we laatst hadden gaan oefenen... En dat ging juist heel goed. En ik was toen, die dag was ik ook heel chagrijnig. En ik ben toen gewoon een paar keer met Moos door de bak heen gaan rennen. En Moos doet dat gewoon zo grappig en leuk. En ik werd helemaal blij door hem. Dan rende ik weg en dan wordt hij best wel enthousiast. Hij is gelukkig niet zo'n paard die over je heen loopt. Maar hij wordt gewoon redelijk enthousiast. Dus dan ren je weg. En dan doet hij zo'n huppeltje in galop. En dan rent hij met je mee. En ik werd er gewoon helemaal weer vrolijk door. En dan maakte mijn dag helemaal goed. Dat was wel heel leuk. Ja, en verder deed hij kunstjes ook wel prima. Maar dat meelopen en rennen, dat doet hij gewoon heel leuk. En ik denk dat dat ook heel leuk zou zijn voor een show, een demonstratie. Dus als iemand hier een evenement heeft... Nodig mij uit. Dan neem ik Moos mee. En dan gaan wij heen en weer rennen. Dan, ja, dat ziet er gewoon heel leuk uit. Nee, we zullen dan wel meer dingen doen hoor. Maar het ziet er gewoon zo leuk uit als Moos achter me aanrent. Verstop je ergens en kijk wat die schurken in hun schild voeren. Ik zit hier een heel vrolijk verhaal te vertellen. Terwijl we tegen een onvriendelijk persoon praten. Oh, oké. Ik moet me ergens schuil houden. Ja, waar kan ik mij schuil houden? En hoe moet ik een plekje uitzoeken? Oh, wacht, hier. Jeetje. Oké, het is onmogelijk om jezelf te verbergen terwijl je op je paard zit. Oeps. Kan ik dan hier niet afstappen? Ja, joh. Oké, dan moet ik mijn paard ergens laten, toch? Eindelijk. Nou, mijn paard die verraadt eigenlijk een beetje dat wij hier zijn, want... En willen go, dat is niks. Want het is toch een beetje gek als wij ons paard daar gewoon laten staan. En wij, ja, jullie snappen me wel. Oké, hij gaat weg, onvriendelijk persoon. Volg de schurken, vlies hem niet uit zicht, maar ook niet dichtbij, zodat hij jou, te dichtbij, zodat hij jou kan zien. Moet ik dan lopen? Ik neem aan van wel. Ja, maar deze ziet ons toch? Hoi. Welke schurk moet ik volgen? Of onvriendelijk persoon? Welke van de twee? Ik weet het niet. Je bent ver uit de buurt. Ja, oom... De schurken zijn verdwenen. De missie is mislukt. Probeer de schurken van dichtbij te volgen de volgende keer. No, maar... Wat nu? Wat moet ik nu... Oh, moet ik nu weer helemaal opnieuw beginnen? Maar moet ik echt zo achteraan gaan lopen? Tik, tik, wie ben ik? Hij kan ons toch zo zien? Of gaat hij nog omdraaien? Dan doet hij zo... Boe! Hé, hey. Oh, ik dacht dat daar geen mens op zat. Ja, dan moet ik deze volgen. Hij heeft wel leuke schoenen aan hoor. Allstars. Nee. Moet ik er helemaal naast lopen? Is het wel een goede schurk? Hè, de schurken zijn verdwenen. Hè? Ik snap het niet. Oké, ik ga nu echt even heel serieus doen. En hem proberen te volgen.
Je bent te dichtbij. Ben ik nu te dichtbij? Waar is hij? Oké, nu gaat het goed. Net lukt het gewoon niet. Want net ging het heel gek, maar nu blijkbaar wel goed, hoop ik. Even een beetje bij de bosjes. James Bond. Fenna Bond. Oh. Oké. Deze afstand is goed. Top. Wel fijn dat ze het er nu bij zeggen, want ik snap het net helemaal niet. Oeh, kijkt hij nou? Oké, dan loopt hij weer verder. Oh, ik schrik. Al schrok. Oké. Oh, ik ben te dichtbij. Oké, goed zo. Mag ik nu dichterbij komen? Baas, we hebben een probleem. Het is een meisje dat beweert dat de dief iemand van ons is. Wat zal ik doen? Het oplossen? Hoe dan? Hé, ons paard staat opeens hier. Hoi, Noora. Haha, wat ben jij toch slim, baas. Wat een goed idee. Hij heeft ons ontdekt. Oh nee. En nu? Moet ik er naartoe. Ik dacht, ik moet eigenlijk wegrennen, maar goed. Hoorde je dat? Het lijkt erop dat de dief actief is in het kamp van Darkor. Dat heb je goed gehoord, ja. Dus hij is ook hier actief. Hij zal morgen opnieuw toeslaan. Oh, moet ik hier ook wachten? Komt goed uit, want ik bedenk me nu dat ik nog een andere opdracht had waar ik op moest wachten. Ja, gaan we verder. Wat hebben we nu al gedaan? We hebben een lammetje gevangen. Of eigenlijk teruggebracht. En wat we nog meer hebben gedaan. Bijna de dief gevangen, dacht ik. Leek erop. Maar eigenlijk blijkbaar niet, want de dief is ook bij hun actief. Oh ja, en we zijn ook bij het winkelcentrum geweest. Maar dan kan ik niks kopen. Zo sad. Maar ja. Hier, want nu kunnen we naar Maya toe, want daar moesten we wachten. Vraag eens rond in de Moorlandstallen of iemand iets heeft gezien. Ga daarna terug naar Maya. Naar wie moet ik eerst gaan? Oké, Stephanie. Daar kunnen we aan vragen. Oh, hallo. Even wachten. We moeten met Stephanie praten. Nou, zij heeft niks gezien. Iemand anders dan... Of Loretta. Mijn paard reageert gewoon niet. Ik weet niet of jullie mij hoorden. Druk op de toets. Oh nee. Wacht, dat bedoel ik helemaal niet. Oh, hier ook niet. Oh, ik moet gewoon op de glittertjes drukken. Ik dacht, laat ik gewoon even naar de hoefsmid toe gaan. Omdat jij... Of ja, de hoefsmid, de smid. Kom, paard, vooruit. Lekkere late reactie. Ik weet niet of ik nou jou wil kopen hoor. Het spijt me, maar ik heb niets gezien. Nou, ze hebben allemaal niks gezien. Maar ik dacht, ik ga naar hem toe. Want hij nieuwe schoenen, noemden ze het in deze game. Nieuwe schoenen heeft gegeven aan Links. Maar ja, hij heeft hem ook niet gezien. Zoek in de omgeving van de Moorlandstal naar sporen van Links. Oké. Ik zit eigenlijk nu te denken, heeft de dief hem niet meegenomen? Zou dat kunnen? Oh, moeten we nu de glitters volgen? Oké. Ik was laatst met een paar andere paarden YouTubers. Oh, moet hier links. Rechts bedoel ik. Huh? We zijn de sporen nu. Ik was laatst dus op buitenrit met andere paarden YouTubers. En we waren over de Veluwe aan het rijden. We waren bij een stal waar ze allemaal paarden hebben met westen en zadels en zo. We reden door een bos. Een stuk bos heen. Waar zijn de sporen nu? Ik ben hier echt niet goed in hoor, sporen zoeken. Toen kwamen we langs allemaal modderplaatsjes. En dan kon je heel duidelijk in zien dat er zwijnen waren geweest. En dat zag je dus ook aan de sporen. En je zag ook op een stuk waar wij hadden gegaloppeerd. Dan zag je... Ook allemaal kleine hoefafdrukjes. En dat zou van ook een zwijn kunnen zijn of van een hert. Het zag wel heel cool uit. Ja, om gewoon dan ook te beseffen dat daar wilde dieren lopen. Dat is wel heel gaaf. Doe ik het nog goed? Oh, hier. Ja, even door de bosjes heen. Oh, hier is hij. Gevonden. Racen tegen Links. Wie is als eerste bij de Moorlandstal? En ik krijg er sandalen,
of eigenlijk sokken en sandalen voor. Nou, daar doen we het voor. Ja, dat gaan we doen. Als ik klaar ben, oké. Okay. Maar mijn paard is helemaal niet snel. Kom, sneller. Hier, links haalt ons gewoon al meteen in. Nou, moeten wij hem even weer ook inhalen. Sneller. Oh. Het is nu al een beetje afgezet. Door de bosjes heen. Goed zo, moeten we een beetje afsnijden. Sneller. Wat nou als wij niet winnen van links? Dan krijgen wij een billenkoek. Ik voel het. Ik voel de billenkoek nu al. Ja? Kunnen we niet iets sneller gaan? Oké, we hebben hem goed afgesloten. Maar we hebben niet van links gewonnen. Nou, links is wel weer terug. En je mag hem nu niet meer laten ontsnappen, Maya. Verdorie. En wel bedankt voor de sokken in sandalen. Die ga ik meteen eventjes passen. Oh, even deze weg. Daar ben ik eigenlijk wel heel erg benieuwd naar. Oh nee, dit zijn helemaal geen sokken en sandalen. Huh? Is dat nou ons blote been? Of zijn dat sokken? Volgens mij is het ons blote been. Maar ik vond de laarzen die we hadden eigenlijk ook wel prima. Dit ziet er een beetje gek uit. Ja, dit is goed. Nou jongens, dan ga ik het hierbij laten. Ik heb veel te lang doorgefilmd. Maar ik zorg wel voor dat de video iets compacter wordt. Dan ja, als je nog een leuke trui wilt. Op mijn website kan je deze hele mooie trui kopen. En ik heb hem ook in het donkerblauw en in het bordeaux rood. En ik heb ze in kindermaten en in volwassenenmaten. Hopelijk vonden jullie dit een leuke video. Vergeet zeker geen duimpje omhoog te doen als je het een leuke video vond. Vergeet zeker ook niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En tot de volgende keer. Of eigenlijk tot morgen. Doei doei!